gemeente wat we zochten zingen van Psalm 26 en daarvan het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Psalm 26, het tweede vers. Verder zal worden gelezen uit 1 Samuel 18 vanaf het 14e vers. 1 Samuel 18 vanaf het 14e vers. En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen. En de Heere was met hem toen hij Saul zag dat hij zich zeer voorzichtiglijk gedroeg. Vreesde hij voor zijn aangezicht. Dat gans Israël en Juda had David lief. Want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. Derhalve zeide Saul tot David, zie mijn grootste dochter Merab, die zal ik tot een vrouw geven. Alleenlijk wees mij een dapper zoon en voer de krijg des Heren. Want Saul zeide dat mijn hand niet tegen hem zei, maar dat de hand der Filistijnen tegen hem zei. Dat David zeide tot Saul, wie ben ik en wat is mijn leven en wat is mijn vaders huisgezin in Israël? Dat ik des konings schoonzoon zou worden. Het geschiedde nu ten tijde als men Merab, de dochter van Saul, aan David geven zou. Zo is hij aan Adriel, de Mehalotiet, ter vrouw gegeven. Doch Michal, de dochter van Saul, had David lief. Toen zeide Saul dat Saul te kennen werd gegeven, zoals die zaak recht in zijn ogen. En Saul zeide, ik zal haar aan hem te geven, dat ze hem ten valstrik zei, en dat de hand der Filistijnen tegen hem is. Daarom zeide Saul tot David, met de anderen zult gij heden mijn schoonzoon worden. En Saul gebood zijn knechten, spreekt met David in het heimelijk, zeggende, zie de koning heeft lust aan u, en al zijn knechten hebben u lief. Wordt dan u des konings schoonzoon. En de knechten van Saul spraken deze woorden voor de oren van David. Toen zeide David, is dat licht in uw ogen, des konings schoonzoon te worden, en dat ik een arm en verachtelijk man ben. En de knechten van Saul boodschapten het hem, zeggende, zulke woorden heeft David gesproken. Toen zeide Saul aldus, zult gij lieden tot David zeggen, de koning heeft geen lust aan de bruidschat, maar aan 100 voorhuiden der Filistijnen, opdat men zich wreken aan des konings vijanden. Want Saul dacht David te vellen door de hand der Filistijnen. Zijn knechten nu boodschapte David deze woordens.
En die zaak was recht in de ogen van David, dat hij des konings schoonzoon zou worden, maar de dagen waren nog niet vervuld. Toen maakte zich David op en hij en zijn mannen gingen heen en sloegen onder de Filistijnen 200 mannen. En David bracht hun voorhuiden en beleefde ze de koning volkomelijk, omdat hij schoonzoon des konings worden zou. En toen gaf Saul hem zijn dochter Michal ter vrouw. En Saul zag en merkte dat de Heere met David was, en Michal, de dochter van Saul, had hem lief. Toen vreesde Saul nog meer voor David, en Saul was David tot vijand al zijn dagen. Al de vorsten der Filistijnen uittogen, zo geschiedde het, als zij uittogen dat David kloeker was dan al zijn knechten, al de knechten van Saul, zodat zijn naam zeer geacht was. Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heren. God allergenadig, bron van het hoogste en eeuwige goed, en wiens handen ons leven is, en bij wien ook al onze paden zijn, die de dag van onze geboorte stelt, en de dag van ons heen gaan, want u zegt in uw woord, alles heeft een bestemde tijd. Het is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En dat is ook deze dag zo waar geworden in het leven van een gezinnetje. Een oude moeder, de oude weduwe Donkersteeg is heen gegaan in de weg van alle vlees. En in de nacht was het voor haar God ontmoeten, zoals het voor ons allen een God ontmoeten zal wezen, als de dood als een dief onze vensters binnenkomt. Heren, u dragen we die rouwdragende familie, de Heren, op. En dat u uw weldadigheid betoont ook in deze dagen. Doen ervaren dat het in het klaaghuis beter kan zijn dan in het huis van de maaltijden. We horen ook een bericht van een ander gezin in het midden van de gemeente, die ook opgeroepen zijn in het ziekenhuis bij een stervende vader. En zo komt het van alle zijden tot ons: een mens, bereid toch uw huis, want we gaan sterven. En we denken ook aan een jonge moeder, Heere, die verleden week zo'n ernstige operatie moest ondergaan. Die deze week naar huis keerde, maar ook deze middag weer terug moest naar het ziekenhuis. Overdragen ook dat jonge leven u de Heere op en anderen die nog in het ziekenhuis zijn, en die ook deze dag in het ziekenhuis opgenomen moesten worden. En zo komt elke dag tot ons dan die boodschap en dan weer een andere boodschap. Maar o God, wat horen we weinig de boodschappen waar u Heer Jezus van sprak tot de jongeren. Dat er blijdschap zou zijn in den hemel als er een zondaar tot God bekeerd wordt.
en die boodschappen van deze en die is daar geboren en de Allerhoogste zelf, die zal dat bevestigen, mogen ook die boodschappen is tot ons komen, Heere, van mensen, kinderen die doorleefden, ge hebt me overmocht. En ik ben overmocht geworden, die het door u voor u verliezen mochten, om die eeuwige winst te leren kennen in u, die de dood verslond tot een eeuwige overwinning. Wanneer we samen zijn, sparen de goedheid nog over ons. Zoudt u vanavond nog in gunst op ons willen neerzien? En zoudt het u behagen, Heere, de bediening van het woord te gebruiken, dat mensen, kinderen werden getrokken uit de macht van zonde en van de dood? Zou u het willen gebruiken om te roepen met die onwederstandelijke roeping? Maar mocht ook uw erfdeel onderwijs bekomen uit de schriften, uw erfdeel die nooit de belijdenis van Jeremia te boven zullen komen. Op zijn levensavond, staande bij de puin van de Godstad, heeft beleden, Heere, bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn. Dat zondaars bestaan niet te boven komen. De plaats achter in de tempel zo vaak te moeten innemen. Wees me arme zondaar genade. Heer, ontfermt u zo over ons, over onze kinderen, over onze jeugd, bij alle listen en lagen en aanslagen, die op uw heilig woord en op uw volk worden gedaan. O meerdere David, sta nog eens op in uw grote kracht. Laat worden ervaren dat de teugels van het godsbestuur door uw eeuwige vader aan u zijn betrouwd geworden. En dat niemand ze zal rukken uit de hand des vaders, nog uit uw handen. Dat u betonen moog al die raadsels en die vragen en daar waar uw gemeente mee worstelt te kennen. Bedeel ze bovenal met dat wonderlijke en dierbare geloof in oefening. Om iets te ervaren met al die noden en zorgen bij u te komen. O grote profeet en leraar. Een grote hoge priester die medelijden hebben kan met de zwakheden uw volks. Daar zijn alle dingen mede verzocht geweest, zij toch zonder zonde. En ons te betrouwen aan de heerlijkheid van uw koningschap. Die zelf betuigde en hij regeert. En zal zijn almacht tonen, zover de blindste heidenen wonen, tot u bekeert. Verleen ons de dauw en de zalving van die goddelijke geest, verworven in zijn arbeid, uit het uwe nemend en uw gemeente het onderwijzend, maar ook inwonend in de harten van de uwen. Sta geschreven. Het is een wonder wat mogen ervaren in het hart. Weet ge niet dat ge tempel een God zijt. En dat die geest in u woont. Getuigend, onderwijzend, vertroostend en leidend. En plaatsmakend voor de arbeid van Christus.
opdat we bij u, de levende God, leren schuilen en al de levensvragen die u kent. Wil u denken aan hen die thuis moesten blijven? U kent alle omstandigheden des levens, o God. Woont u nog op de plaatsen der eenzaamheid, denkend aan het rouwdragende, rouwklagende in het midden van ons, die wees en weduwe in twistgedingen komen staande houdt, die de vader der wezen wordt genoemd. Heere, denkt u ook aan uw ganse verdeelde, verscheurde en verbrokkelde kerk. O, de beenderen aan de mond des gras, gekloofd en gedeeld, ze wijzen op de grimmigheid van uw ongenoegen, dat Sion baren zweeën hebben, en dat er zonen en dochteren zouden gebaard worden. Heere, zegen de taken die tot de opbouw van uw gemeente nodig zijn onder de heidenen, onder de van u vervreemde volkeren, onder het volk uit Abraham gesproten. Bevestigt het woord, Heere, dat gans Israël zalig zal worden. En het zal worden een herder en een kudde. Wat zal dat een wonder wezen, o God, wanneer u op de troon uw heerlijkheid u zal openbaren en u in en toebereide gemeente zal worden opgevoerd, de bruidegom in de lucht. Want u moet als koning heersen, totdat uw vijanden gezet zal zijn tot een voetbank uw heilige voeten. Dragen de gemeente met alle noden zorgen u de Heere op. Ook uw knechten mocht u willen gedenken aan allen die nog mogen arbeiden in uw koninkrijk. En geeft ook vanavond uw knecht die eenvoud, maar ook die zalving, dat voorzeggen van boven en dat nazeggen door het geloof. Niet alleen uitdelend, maar meedelend. Het zou een wonder zijn, er waren eenmaal overgeschoten brokken, Heere, dat ze ook vanavond werden gevonden, wanneer we de schriften openen en de leiding die u houdt met uw kind en knecht David met elkaar overwegen. Ontsluit daartoe de schriften en de harten en de oren en ook de mond van uw knecht om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 118, het zesde en achtste vers. Zij hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornen vuur vergaan. Mocht hij eens Heere kracht bestrijden, in s Heere naam hen gans verslaan. God moe vijand hart gestoten, tot vallens toe me onderdrukt. De Heere bewaart zijn gunstgenoten, de Heere heeft zelf mij uitgerukt. Gods rechterhand is hoog verheven. We noemen de versen 6 en 8 van Psalm 118.
geliefden, goed doet geen nut. Ten dagen der verbogenheid kunt u lezen in de poëtische boeken van Salomo. De man die door God wijs gemaakt werd. En die wijsheid, die kunt u vinden in vele van zijn boeken. En daar staat ook hetzelfde in, wat ik u zei, goed doet geen nut. Ten dagen der verbogenheid. Dat is in de natuur zo. Als een mens verbogen is, dan zijn zijn ogen geopend voor al het goede van deze aarde. Het goede waar hij mee omringd wordt. Ze zeggen wel eens, dan helpt er geen praten aan. Goed doet toch geen nut. Zijn dagen daar verbogenheid. Maar bijzonder heeft Salomo gewezen op de ervaring van Gods kinderen. Die in de ontdekkende bediening met Gods recht te doen kregen. En de openbaring daarvan in de verbogenheid Gods tegen de zonde, dat ook moesten inleven, dan doet goed geen nut ten dagen der verbogenheid. Al nam ge veel zeep, nou wies ge nu met salpeter, dan is die ongerechtigheid toch voor mijn aangezicht getekend. Goed doet geen nut ten dagen der verbogenheid. Die toren Gods, die moet zich gaan openbaren, want alleen de gerechtigheid die redt van de dood. En dat is niet een gerechtigheid van een mens. Want wij hebben in de diepte van Adams val ons beeld verloren. En de gerechtigheid is ons ontnomen. En ons leven is vervuld van ongerechtigheid. Als er staat de gerechtigheid die redt van de dood, dan is dat een gerechtigheid die buiten de mens is in Christus. Verbogenheid en gerechtigheid. Twee zaken die ook vanavond onze aandacht vragen. Ik wil met de hulp Gods met u denken in vervolg van onze Bijbellezing over de man naar Gods hart. En ik lees u uit 1 Samuel 18, de versen 18 tot en met 21. 1 Samuel 18, 18 tot en met 21. Doch David zeide tot Saul: wie ben ik en wat is mijn leven en mijn vaders huisgezin in Israël, dat ik des konings schoonzoon zou worden? En het geschiedde nu ten tijde, als men Merab, de dochter van Saul, aan David geven zou, zo is aan Adriel de Meolatiet ter vrouw gegeven. Doch Michal, de dochter van Saul, had David lief. Toen dat Saul te kennen werd gegeven, zo was die zaak recht in zijn ogen. En Saul zeide: ik zal haar aan hem geven, dat ze hem ten valstrik zei, en dat de hand der Filistijnen tegen hem zei. Daarom zeide Saul tot David met de anderen: zult ge heden mijn schoonzoon worden. Ik wil met u denken over David beproefd. David beproefd. En welke zaken? Ten eerste, door Sauls belofte in de nood. Door Sauls bedrog, door innerlijke afkeer. En door Sauls listen uit bittere vijandschap. David wordt beproefd. En dat openbaart zich in Sauls beloften die in nood werden uitgesproken. U vindt dat in het 18e vers. Sauls bedrog,
Namelijk, en het geschiedde nu ten tijde als men meer heb de dochter van Saul aan David geven zal. En Sauls listen. En Saul zeide, ik zal haar aan hem geven dat ze hem ten valstrik zei. En dan geven Gods geest ook vanavond de verborgenheden van de schriften te verstaan. Beproefd. Dat woord dat vindt u op vele plaatsen in de schrift. We weten dat de Heere zelf spreekt dat indien we zonder kastijdingen zijn, dat we dan bastaarden zijn en geen zonen. En ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Beproeving, daarvan zegt de schrift dat de oven voor het goud is en de smeltkroes voor het zilver. En wel gelukzalig de man die de beproevingen verdraagt. Op velerlei wijze kunt u dus lezen dat de weg die de Heere houdt met zijn kinderen op aarde een weg van loutering en van beproeving is. Je zou kunnen denken dat hij beproefd wordt ten opzichte van zelfkennis, van zijn vermogens. Als David bijvoorbeeld in Psalm 119 zingt, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Toen was die man beproefd, had niet zulke sterke benen. Wanneer we lezen van de louteringen van Gods gemeente, dan kan die beproeving een beproeving des geloofs zijn. Kostelijker dan het goud, zegt een apostel. Het werkt een vreedzame vruchtige rechtigheid, degenen die daardoor worden geoefend. Maar die beproeving, die kan op velerlei wijze in het leven van Gods kinderen worden doorleefd. En misschien is dat toch goed dat we daar vanavond eens over denken. Want dat leven van die man naar Gods hart met al zijn verborgenheden, daarin vind je altijd weer een exempel terug. Namelijk van die wonderlijke leidingen die God met zijn gemeente op de aarde komt te houden. Zover u het nog weet of niet, heeft ons tekstwoord natuurlijk een bepaald en een logisch verband. We hebben beluisterd dat er een zeker moment in het leven van Saul komt, dat hij de beloften die hij gedaan heeft toch eens een keer moet ingaan vullen. Want er waren vele zaken die de aandacht vroegen. Gans Israël en Juda had David lief. En er staat geschreven, want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. En wat ik u de vorige keer ook heb geprobeerd duidelijk te maken. En de Heere was met hem en hij gedroeg zich voorzichtiglijk. En dan is er een moment in het leven, ook van deze koning Saul, dat hij voelt dat hij een weg moet gaan. Want anders zal hij het laatste stukje krediet dat hij nog heeft, zekerlijk verspelen. Maar in één ding, en dat moet u proberen vast te houden, is het leven van Saul getekend. Namelijk een mensenkind die door alles heen zich probeert te handhaven. Een mensenkind die God geen God kan laten. Een mensenkind die vecht voor zijn leven. Een mensenkind die het niet verliezen wil. En op allerlei wijze probeert overeind te blijven. Zo. In wezen kan hij niet aanvaarden het woord dat Samuel tot hem gezegd heeft. De Heere heeft uw koninkrijk van u losgescheurd. Want hij zit toch nog maar op die troon
En hij is toch nog maar de koning Israëls. En bij al die gebeurtenissen van de laatste tijden, we hebben daar in verband de vorige keren nu bij bepaald, is de Heer schijnbaar toch aan het afrekenen met al de vijanden. De Filistijnen worden met honderden verslagen. En daar heeft David een bijzondere plaats in gekregen, want de Heere die was met hem. En dan is dat moment aangebroken dat dat gesprek gekomen is, als u zich dat nog herinnert, tussen Saul en tussen David. Mijn kanttekening zegt, dat doet hij met list en dat doet hij met bedrog. Dat doet hij met geveinsdheid. Het moment is dus daar dat hij David weer naar zich toe heeft laten komen. En gezegd, joh, moeten met elkaar praten. Ik ben eens gaan denken. En u weet wel, ik heb in de tijd daar in die bergen, toen die reus daar stond te brallen, beloofd dat degene die die strijd aangaat en overwint, mijn dochter tot vrouw krijgt. Die belofte, die ga ik nu invullen. Daar heb ik de laatste keer ook iets van gezegd tegen u, maar u moet dat verband vasthouden. En derhalve zei Saul tot David, zie mijn grootste dochter, de oudste dus, Merab, zal ik u tot een vrouw geven. Maar wees mij dan een dapper zoon. Ik zei Saul, dat weet je toch? Is dat in de laatste tijd niet openbaar geworden? Hoe dapper deze David is? En is het je dan niet bekend dat de Heer hem gezegend heeft op bijzondere wijze? En als hij dan bovenal zegt, voer mij dan de krijg des Heren. Dan kan je toch weten, Saul, dat dat de belijdenis was van David. Opdat gans Israël weet hij dat Israël een God heeft. En dat Israëls God de Heer is. Dan nog niet zo lang geleden dat David dit beleid heeft. En het doel, ook dat heb ik u de vorige keer geprobeerd duidelijk te maken. Ook dat zegt hij, dat mijn hand niet tegen hem zij, maar de hand van de Filistijnen. Hij loert nog altijd op het leven. In diepste zin kan hij zijn vijandschap niet prijsgeven. Nu ga ik wat tegen u zeggen. Moet je wel goed proberen te luisteren. Een mens. Een onbekeerd mens. Kan niet anders. En zal niet anders. Dan zijn vijandschap tegen God openbaar. Weet u, een mens moet vijandig zijn. Dat is de ontzaglijke gevolgen. Van de diepte van de val. Moet dat bewijzen? Ge wilt de begeerte uws vaders doen. En dat was een mensenmoorder van het begin. Saul openbaart wat het is om een Adamskind te zijn. Een mensenkind waar God de teugels niet meer in zijn handen heeft. Hij laat hem nu doorgaan. En dan moet hij openbaar komen. Als een bittere vijand van God en van zijn volk. En gemeente, dat gesprek dat er plaats heeft. En dan kom je altijd weer die twee partijen tegen. Ook dat heb ik u al zo verschillende malen duidelijk willen maken. Wat niet voor is, dat is tegen. En wat met mij niet vergadert, dat verstrooit. Gelijk eenmaal de predestinatie, de scheiding trok
tussen Adams kinderen. Zo zal het dierbare geloof hier op aarde ook die scheiding trekken. En die komt nou hier naar buiten openbaar. Want met alles wat er nu toch plaatsvindt, en David die staat daar voor die koningszaal. En vergist u niet, mensen, dat is diezelfde Saul die tot twee keer toe de spies naar hem gestoken heeft. En toch staat hij daar, dat wonderlijke, zoete geloofsleven. Ik zal dus vijandswaard niet sterven, maar leven. En des Heren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer, toen gadeslaan. En dan komt ook weer de vrucht van de genade openbaar. En de vrucht van de genade, die tekent zich altijd met dat ene wonderlijke woord. Ootmoed, vernedering, kleinheid. Op de school van vrije genade leert de Heere niet alleen de ware, doorleefde godskennis, maar leert zijn kinderen ook een doorleefde zelfkennis. En dan spreken we niet alleen wat Adam is en wat de vruchten van de val zijn, maar daar komt een inleving daarvan in het hart. En mensen, dat tref ik nu bij deze man, de man naar Gods hart. Wanneer hij dat voorstel van Saul hoort, dan heeft de Heere hem een wonderlijk voorrecht gegeven. En dat is het voorrecht om herinnerd te blijven waar God hem gevonden heeft. Wie hij voor God is en wie hij voor God blijft, dan is alle verheffing uit zijn hart weggenomen. Mag ik het zo uitdrukken? Het kan niet leien, mensen. Het is God onterend. Als een mens meer wordt dan stof en as voor God. En wat de wegen houdt de Heere om zijn kinderen op die plaats te houden. En wat een onuitsprekelijke genade als God ons op die plaats laat blijven. Daar staat Saul en daar staat David. En als hij dat voorstel hoort, had hij kunnen zeggen, koning, dat u uw oudste me geeft, dat is mijn recht. Daarvoor hebben we onderhandeld in het aangezicht van de Filistijnen. Dat heb u beloofd onder vele getuigen. Gans Israël heeft het beluisterd. In het leger is er over gesproken. Wat zal die man doen die de Filistijn bestrijdt? En het hele volk heeft gesproken. De koning zal die man dat doen. En dat was de belofte waar we in het verleden uw aandacht bij bepaald hebben. David zou kunnen zeggen, koning, dat is mijn recht. Dat is uw woord. Maar David is niet alleen ontdekt aan zichzelf, maar ook aan zijn rechteloosheid. En daarom hoor ik dit mensenkind getuigen, doch David zeide tot Saul, wie ben ik? Mag ik wat tegen u zeggen vanavond? Wat hier David zegt tegen Saul, dat is niet de eerste keer, mens. Dat zal hij tegen God ook wel eens gezegd hebben. Als de Heere de rijkdom van zijn genade naar de maat dat God hem het meedeelde, in zijn ziel afdrukte, dan zal hij tegen God ook wel eens gezegd hebben, Heere, wie ben ik?
dat je naar me omkijkt. Wie ben ik? De gestalte van Mefibozet. Kom je niet te boven. En de gestalte van Rut. Daar mag je niet bovenuit groeien. Wie ben ik? Genade heeft een vernederende en een verootmoedigende kracht. En dan moet ik bij mijn onderwijs blijven. Anders zou ik me eens laten drijven vanavond. Begrijp je, jongen, nou? Als God opnieuw zijn kinderen opzoekt. En leg daar nou je hart eens bij. Dan gaat dat toch altijd met de inleving van de diepte van Adams val. Ik heb onze oude leraars het zo vaak horen zeggen in mijn jeugd. Elke openbaring, daar gaat de inleving van de diepte van de val aan vooraf. En daarom zal elke openbaring in de ziel, de tekenen van Gods in het hart, alleen maar verwonderen. Heer, wie ben ik? Wie ben ik dat je naar me omkijkt? Nee, het is niet de eerste keer dat David dat zegt. Hij heeft het ook tegen God gezegd. En als er staat in de waarheid. En wat is mijn leven? Was mijn leven? Mag ik het zo zeggen? En dan zullen we de bevindelijke leidingen niet buiten ons onderwijs houden. Zondagsschoolverhaaltjes. Die prik ik je niet. Wat is mijn leven? Durf je het aan vanavond? Als ik een vraag aan je stel. Als God het wonder van wederbarende genade verheerlijkt. In het uur der waarachtige bekering. Zal dit belijden dadelijk aanwezig zijn. Wat is mijn leven? Dan zullen we aan de weet komen. Of we nu 30 of 20 of 15 of 80 jaar waren. Toen de Heer ons te sterk werd. Dan zullen we niet verder komen. Heer, wat was mijn leven? Mag ik het zo tegen u zeggen? In de weg van de zielzaligende ontdekking zal dat leven getekend worden door Gods geest. Dat is één grote puinhoop. Dat is een weg waarin Gods geest ons onderwijs geeft en leert waar hij ons gevonden heeft en waar hij ons opgeraapt heeft. En u moet u overnemen in de tijd waarin we leven. Van een aangedrongen en een opgelegd geloof. Dat als Gods geest in een mensenleven gaat arbeiden. Dan zullen we weten waar God ons opgeraapt heeft. En als God een mens opraapt. Door een almachtige en een goddelijke daad. Dan liggen we allemaal op hetzelfde plekje. Toen ik u voorbij ging, toen zag ik u. Wentelend in uw geboortebloed. Geen oog had medelijden met u. Want je was naakt. En daar ligt die mens als God hem opraapt. In de walgelijkheid van zijn leven. Als David hier zegt tegen Saul, wat is mijn leven? Dan bedoelt hij niet zijn penningen en zijn bezittingen, maar wat is zijn leven voor God? En wat we al zo vaak ook gezegd hebben, wij halen de maat bij God niet hoor. En wat nu Saul doet, vechten voor zichzelf en voor zijn bestaan. Dat mag David hier op deze plaats anders beleven. Hier staat het leven van de natuur tegenover het leven van het geloof. Hij zegt, wie ben ik? En wat is mijn leven en mijn vaders huisgezin in Israël?
Ja, maar wat heeft dat huisgezin ermee te maken? We weten toch, Isaïe, Bethlehem Ephrata, klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Bedoelt hij dat? Nee. Wat hij in diepst bedoelt, dat heeft Jesaja later gepreekt. Uw vader was een Amoriet. En uw moeder een Hethitische. Dat wil zeggen, hij aanvaardt niet alleen zijn persoonlijke verlorenheid, maar dat hij opgekomen is uit een geslacht dat het voor God verdorven heeft. Hier hoor ik een ontdekt kind van God, die met al de zegeningen die hem als het ware in de schoot geworpen wordt, boven zijn afkomst niet heen kan komen. En dan weten we het, dat ik des konings schoonzoon zou worden. Toch had hij veel. Dat ik des konings schoonzoon, dat is toch te groot. Er staat geschreven, de Heere was met hem. De Heer had hem erdoor geholpen in de strijd. De Heer had hem niet beschaamd in de strijd tegen Goliath. David die staat daar met het koninklijk kleed. Eerlijk van Jonathan gekregen. Met de koninklijke wapens. Die hij ook van Jonathan gekregen heeft. Met een plaats bij Gods kinderen. Maar ten opzichte van zijn natuurlijk bestaan. Ach, zegt die Heer. Dat ben ik eigenlijk niet waard. En dat wil hij nog wel beleiden ook. Weet je dat David tegenover die vijandige Saul een wonderlijke belijdenis doet? Weet u dat in wezen van de zaak David niet beangst hoeft te zijn voor Saul? Want Saul is dodelijk bang van David. Hij heeft zijn leven en zijn openbaring gezien. En dan komt er iets zeer wonderlijk. Een periode die we eventjes tot onszelf moeten laten doordringen. Want die belofte die hij gedaan heeft uit de nood van de situatie, blijkt dat Saul nooit en te nimmer gewild heeft dat David zijn schoon zal worden. Als hij hier belooft dat hij zijn oudste meer hebt te geven zal, dan in diepst van zijn zin, ga ik u bewijzen, heeft hij gedacht, maar zal nooit gebeuren. Nooit. En dat bedrog, dat zal openbaar komen. Hoe? Wanneer we nu in die geschiedenis in Samuel dat zo zin voor zin met elkaar overdenken. En hoe meer ik daarover mag denken, hoe wonderlijker die bron van dat woord van God wordt met al zijn onderwijzingen. Dan lees ik iets opmerkelijks. En het geschiedde nu, ten tijde als men Merab de dochter van Saul aan David geven zou. Het gaat over een geschiedenis. Namelijk die belofte die gedaan is, die heeft een verbeiden gewekt. Denk maar aan hetgeen wat Habakuk zegt, zo hij vertoeft, verbijten. Hij zal gewisselijk komen en hij zal niet achterblijven. Er gebeurt wat. Toen eenmaal die belofte aan David gegeven was, dat de oudste zijn vrouw zou worden, toen is daar aan dat hof bij Saul natuurlijk veel gebeurd. Want die boodschap, die is bekend in Israël. En naar de traditie van dat oude bondsvolk over huwelijk nemen en huwelijk geven, heeft de schrift ons uitnemende voorbeelden gesteld. U denkt maar bijvoorbeeld aan die gelijkenis van Jezus toen de bruidegom vertoefde. Dat wil dus zeggen, daar gehoord een bijzondere gebeurtenis in Israël. Daar in dat koninklijk paleis wordt alles voorbereid. Voor de toekomstig huwelijk tussen David, de man naar Gods hart, en Merab, de dochter van Saul. De voorbereidingen
voor het te sluiten huwelijk. En die tijd die gaat door. Dat is dus die verbeidingstijd waar ik over spreek. De tijd van de belofte, denk je hoor. En de tijd van de vervulling. En ik noem de tijd tussen de geschonken belofte en de vervulling, die noem ik een verbeidingstijd. En nu gaan we daar eens over denken, want in die verbeidingstijd, daar ontmoet ik verschillende partijen. In de eerste plaats wend ik mijn aandacht naar Merab, die dochter van Saul. Die boodschap dat David haar toekomstige man zal worden, is ze natuurlijk meegedeeld. En dan was het uithuwelijk in Israël een wonderlijke zaak. En daar sprak de vader van het gezin een grote rol. Ook dat is daar gebeurd. En deze Merab, die heeft dat ook verbeid. Maar het uithuwelijken van haar was toch wel zeer bijzonder. Want luister goed mensen, toen Saul haar te midden van die oorlogvoerende soldaten beloofde, was dat een belofte zonder een naam. Want wie zou die man worden? In wezen speelde Saul met de eer van zijn kind. In wezen gaf hij zijn dochter weg aan een onbekende. In wezen speelde hij met haar leven, met haar hart. In de nood en de dood waarin hij verkeerde, waarde hij de toekomst van zijn kind. Want toen hij dat beloofde, wist niemand dat David het zou worden. Dat heeft zij als vrouw, als de oudste van Saul, ook moeten inleven. De bruidsdagen in dat koninklijk paleis. Merab met haar wonderlijke naam. Want toen ze geboren werd, is ze de naam van Merab gegeven. In wezen beduidt het op vermeerdering, vermenigvuldigen, een belofte van haar vruchtbaar zijn. Toen ze geboren werd, toen is ze naam gegeven die wees op de voortplanting van het geslacht. Daar werd uitgedrukt de grote zegen die God aan haar beloofde, de kinderzegen, werd in de naam al meegegeven. Merab, de dochter van Saul. In nood en dood was ze als een prijs weggegeven om zijn eigen eer en zaak te redden. Waarde hij de eer en de zaak van zijn kind. Heb je er wel eens over gedacht? Hoe ver gaat een mens om zijn troon en zijn kroon veilig te stellen? En dat kind, die heeft natuurlijk ook David gekend aan het hof. Wat voor indruk moet zij wel gehad hebben in die tijd. Sauls bedoelingen, daar en nu, innerlijk, nooit en te nimmer zou hij het vervullen. Zij is slechts partij. En die tweede partij is David. Houdt u even vast. De man naar Gods hart. Met de wonderlijke belofte. Met die zalving die God hem beloofd heeft. Koning Israël. De man vol van raadsels en vragen. Want hij is het niet die tegen Saul zegt, je belofte waarmaken en je dochter is mijn, kracht is uw belofte. Deze man weet geen raad met deze situatie. Koningsschoonzoon moet het langs deze weg. Is dat de vervulling van zijn koningschap?
moet op zo'n wijze Gods naam openbaar komen. Een verbeidenstijd van Merab, een verbeidenstijd van David. Daar kom ik zo op terug. Maar er is er nog een die in dat koninkrijk aan het verbeiden is. Wie zou? Ook hij heeft de dagen geteld. De dagen na de bruiloft. En hij heeft op rechten gewacht. In die voorbijdenstijd. Wanneer de boodschappers komen vanuit het leger naar de strijd. Ontvangt hij niet de boodschap die hij gewild heeft. Namelijk, o koning, we moeten u nu mededelen. David is gevallen in de strijd. Hij heeft verbijt. En heeft gewacht op het doodsbericht van David. Hier is een mensenkind. Die het sterven van een kind van God verwacht. Een mensenkind die denkt. Weg met die David. Hij heeft de boodschappen verwacht. En niet gekregen. En hoe langer dat die bruidstijd duurt. Hoe onrustiger hun dat het wordt. Daar in dat koninklijk paleis. Want hij moet zijn belofte immers waarnemen, waarmaken. Tegenover het volk. Maar David zijn schoonzoon nooit. Met list en bedrog. In innerlijke afkeer van het leven van vrije genade. Handhaaft hij zich deze zo. Hij wil niet verliezen. En hij zal het moeten verliezen. En gemeente, als dan die boodschap niet komt en de bruisdag aanbreekt, goed denken, want dat is een ingrijpende zaak wat daar gebeurt, komt de persoon van David in al zijn heerlijkheid terug. Wat gebeurt er? Die bruisdag komt. De verbeidenstijd is voorbij. En hoe ging dat in het oosten? Wel, die koning die zou zijn dochter Merab aan haar bruidegom geven. En de bruidegom die zou komen naar het paleis. En die zou uit de handen van de koning de dochter ontvangen. Dat is het beeld. Dat is niet onopgemerkt gegaan. We moeten de schriften leren lezen. Alles is in gereedheid. Het leger, de hogen, de adel en men verwacht de ontmoeting van de bruid met de bruidegom. En in mijn gedachten, want ik lees zeer duidelijk in de schrift en het geschiedde nu ten tijde als men Merab de dochter van Saul aan David geven zou. Dus het moment dat die dochter zou worden geschonken. Het moment van de bruiloft en alles in dat paleis is in die stemming. En het volk ziet, daar zie ik in mijn gedachten, die koning komen en zijn dochter met hem naar de oud-testamentische gebruik. En zo zal men haar naar de bruidegom leiden. Denk maar wat de dichter zingt, nietwaar? Dat is koningstellig die hij zijn bruid wil noemen. En leidt men in staatselijke rijen, nietwaar? En het volk kijkt. En ze verwacht dat aan de andere kant de deur zal opengaan. En daar komt de bruidegom. En het volk ziet. En kijkt verbaasd. Want ze verwachten daar David. En in plaats dat David de bruid in ontvangst neemt. Zien ze plotseling een ander figuur in die bruiloftzaal binnenkomen. Ik lees. En het geschiedde nu ten tijde als men Merab de dochter van Saul aan David geven zou. Zo is zij aan Adriel de Meholiet ten vrouw gegeven. Dan komt plotseling een andere man. Hij komt de Mahola. Hij komt uit de stam van Efraïm. En dan worden die twee partijen daar samengetoond.
dat is voor het oog van de adel gebeurd, voor zijn krijgsoverste. Daar wordt die vrouw gegeven, niet aan de bruidegom die men verwachtte. Wat list en bedrog. En nu David. Dat God daar zijn toren over zal geven, over deze verbintenis, dat zal straks in 2 Samuel 18, denk ik, openbaar worden. Want we weten dat deze Merab 5 zonen gebaard heeft. Die zullen straks onder het ongenoegen Gods allen aan de galg bingelen. De vruchtbare, ja, zo was haar naam. En die man waar het dan nu over gaat, is hem dat overkomen? Is plotseling door Saul gezegd, hey, kom jij eens voor de dag? Nee, hier wordt aan voeten uitgetekend het plan dat in dat koninklijk huis is beraadslaagd. Deze Adriel, die was het met Saul overeengekomen. Hij had meebewilligd in dat goddeloze plan. Hij had meegedaan om dat spel te spelen. Wat daar gebeurt, dat is een welbewust opgezet plan. En David nu. Daar wordt David voor heel de natie in hoon en spot vernederd. Daar wordt de man naar Gods hart miskend. Daar wordt hij in zijn eer aangetast. Daar wordt hij in zijn bestaan minder dan het uitvaagsel gewacht. Te midden van dat adeldom gebeurt dat. En wat doet David nou? Zal hij nou in bittere toren zich wreken? Zal hij zeggen die goddeloosheid? Met mijn God zou hij zeggen, spring ik over de muur? Roept hij de getrouwen van Israël nu samen? En zegt dat goddeloze spel, dat zal ik doorbreken. Nee. Waarom niet? Omdat hij door genade iets geleerd heeft. Wreekt uzelf niet beminden. Geef de toren een plaats. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als David in zijn gekrenkte trots niet naar het zwaard gegrepen had. En zijn vrienden in het leger tot strijd opgeroepen. Maar dan had daar in dat koninkpaleis een bloedbad geweest. Maar voetstappen drukken achter God. Heeft de man naar Gods hart geleerd. In hoon, in spot. Met gekrenkte trots. Vernederd voor de velen in Israël. Is hij aan zijn God blijven vasthouden. Hij heeft zich niet besmet met onheilige wraakgevoelens en onheilige toren. Er is nogal wat gebeurd, als je dat het lezen moet. En nog een andere les. Ja, die ligt er vanzelfsprekend in besloten. Ik heb u gezegd, een verbeidenstijd. Michal verbijt. David verbijt. En Saul verbijt. Ik geloof, gemeente, dat er een volk op aarde is, die kent ook een verbijdingstijd. Die hebben goddelijke beloften gekregen. Van hem, die zich met zijn hart borg stelde. Die zijn door God in die beloften gewezen naar hem. En naar dat eeuwige, wonderlijke, geestelijke huwelijk, waarvan hij spreekt, die de bruid heeft, is de bruidegom. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, zal uw lieder God over u vrolijk zijn. Dat is de pijnlijke verbijdenstijd van de gemeente des Heren, die met de belofte bezwangerd, de vervulling zelf niet maken kan. Saul heeft zijn beloften verbroken.
Maar die eeuwige Vader, die aan zijn gemeente beloften vermaakt heeft, die zal het vervullen en het geschieden. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Zou hij het zeggen en niet doen en spreken en niet bestendig maken? Ja, ja, die beloften die gedaan zijn, die worden vervuld als straks de persoon van de bruidegom door de Vader aan de kerk zal geschonken worden. Dus wanneer we vasthouden aan de oude bevindelijke leidingen, onderscheiden we dus het onderscheid tussen geschonken beloften en de vervulling van de beloften. De beloften die heen wijzen naar de persoon die ze gegeven zal worden en het feit dat het gegeven wordt. En als we nu in ons leven nog nooit eens een verbijdingstijd gekend hebben, en menen in bezit van de koning te zijn, dan bedriegt u zich voor de eeuwigheid. Als je mensen die hebben wat gezien en ze hebben gelijk in de vingers. Ik zag het niet uit bitterheid hoor, het leeft helemaal niet in mijn hart. Die hebben er wel eens van gehoord en ze hebben het gelijk maar gepakt. Praat over de grootste dingen en de grootste zaken. Maar dat is een volk op aarde die met de geschonken beloften een verbijdingstijd kent. God des levens, ach wanneer, zullen Gods beloften nog een vervulling missen? U zegt, bewijs dat dan eens. Moet dat bewijzen? Heeft de Heere Abraham, om een voorbeeld te noemen, niet in de beloften gewezen? Kijk naar de sterren, kunt u ze tellen? Zo zal je zaad zijn. Was de man met die openbaring van de beloften vervuld? Waren toen zijn zaken opgelost? Had hij het in zijn vingers? Of is er toen geen verbijdingstijd gekomen van diepe, smartelijke ontdekkingen? Heeft hij het niet uitgeroepen, later uitgeroepen, met al die beloften die God aan hem gegeven had? Waarbij zal ik dit weten? Zal deze knecht nog eenmaal mijn nageslacht zijn? Als God hem later niet onderwezen had, in Isaac zal je zaad zijn, was deze man met al zijn beloften nergens geweest. Hij is een belovend God en een vervullend God. Die les wil ik er ook uitlezen. Met een wonderlijke boodschap. God zal zijn beloften vervullen. Om hem als een geschenk te ontvangen. Om dan door hem met God te worden verzoend. Waarvoor gaf God de belofte ten opzichte van de middelaar? Wel daarom. Omdat ze de verzoening in Christus buiten zich zouden leren kennen. Wat moet u met Jezus doen? Wat moet u met een middelaar doen? Zonder schuld? Zonder val? Zonder oordeel? Zonder verwerping? Is er geen plaatsbekledende bediening? Is er geen plaatsvervullende heerlijkheid? Belofte en vervulling. Zo heb ik vanmiddag zitten denken. Ik heb nog wat zitten denken. God geeft beloften aan zijn kinderen. En hij vervult ze op zijn tijd en wijze. En ik dacht vanmiddag, ja, maar de eeuwige Vader heeft ook aan zijn eeuwige Zoon beloften gegeven. Weet u dat? De eeuwige Vader heeft aan de eeuwige Zoon beloften gegeven. Ik zal u geven de einden der aarde tot uw bezitting. En de heidenen tot uw erfdeel, die om de voorgestelde vreugde het kruis droeg en de schande verachtte. Hij beloofde de eeuwige Vader aan zijn Zoon, zijn bruid. En die belofte is vervuld geworden.
als in de stilte van de eeuwigheid de eeuwige bruidegom met zijn bruidsprijs bovenkomt, dan ontvangt hij, de bruidegom van de gemeente, uit de handen van zijn vader zijn beloofde en zijn gekochte bruid. Daar komen we nog wel eens een poosje over praten. Bij mij van de Libanon af, o mijn zuster, o mijn bruid. Dus wanneer we deze dingen zien, dat er vreel daar in dat koninklijk paleis, ze zijn vol van geestelijke leidingen, zou er ook vanavond nog een volk zijn dat geprobeerd heeft uit de beloften te leven? Misschien wel in de beloften de grond van je leven te vinden en de vastigheid van je geloofsleven te bepalen naar de toezeggingen Gods in het woord. En niet kon begrijpen wanneer de Heere de grond uit al deze uit je leven weghield. En toen je met al de onderwijzingen die je van de hemel kreeg, met lege handen over de aarde bleef gaan. En misschien toch wel tegen de Heere hebt moeten zeggen, nee, ik heb het allemaal wel zien liggen. En er kan er niet bij komen. Het is allemaal wel toegezegd, Heere. Maar kijk eens, mijn handen zijn nog leeg. Of beleven we dat niet meer zo? Wat de leidingen heeft God in zijn woord ons voorgehouden. Hij die zijn toezeggingen aan zijn gemeente waarmaakt. In dat koninklijk paleis grijpt David niet zelf naar de vervulling. Verwerft ze niet door zijn zwaard, nog door de strijd. Maar hij wacht op God. En hoe gebeurt het dan? Moet u luisteren. Want de Heere die gaat wegen die wij niet kunnen begrijpen. Dan wordt zelfs list openbaar. Ik lees. Doch, o dat wonderlijke woord van God. Doch Michal, de dochter van Saul. Wanneer al die dingen aan ons voorgesteld zijn. Dan in ene keer neemt die Heilige Geest de bladeren. En die wijst ons ook naar een tafereel, dat ook in dat koninklijk paleis gebeurde. Doch, Michal, en de betekenis daarvan ga ik zo met u overdenken. Ik wil eerst met u zingen. 31 vers 16. Ge zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. Waar zij geen leed van trotsen vrezen, een hut waarin ze te woelen, de twist der tong niet voelen. 16 van 31. In dit hele gebeuren
wordt opnieuw ons een ander persoon in de schrift voorgesteld. De tweede dochter van Saul. Ook zij heeft ervaring wat ik geprobeerd heb u duidelijk te maken. Want als we de voorwerpelijke betekenis van de schriften niet openleggen, kunnen we ook de onderwerpelijke betekenis niet begrijpen. Ook zij heeft David ontmoet. Er staat niet dat ze hem eerde. Dat ze hem bewonderde. Dat hij een grote plaats had in haar leven. Er staat eenvoudig geschreven, ik zal het u lezen, doch Michal, de dochter van Saul, had David lief. Moet u even denken, dat hele gebeuren daar in dat paleis heeft zij als kind van Saul tot in de diepste finesses beleefd. In haar hart is gelegd wat de natuur nooit kan verwoorden. Dat is die wonderlijke, innerlijke, ware liefdesbetrekking op David, de man naar Gods hart. Zij de koningsdochter. Ook zij heeft het geroep gehoord, zijn tienduizenden verslagen. Ook zij weet van de belofte die Saul gedaan had, Merab, haar oudste zuster. En in dat koninkpaleis loopt een jonge vrouw. Mijn liefde. Een verborgen liefde. Of die ooit beantwoord zal worden. Dat schijnt van niet. Want alles wat er in dat koninkpaleis plaatsvindt. Waarvan wij nu de afloop weten. Heeft zij doorleefd. Wat heeft zij het ontzaggelijk moeilijk gehad. Want David die zij koestert en lief heeft. Verborgen. Lief heeft, wordt straks de man van haar zuster. Ook zij heeft die dagen geteld. Ook zij heeft die bruiloftstijd zien komen. Ook zij heeft gedacht, nog één dag, twee dagen, dan is hij het eigendom van een ander. En dan zal zij met de breuk en de smart van haar jonge leven op de aarde achterblijven. Michal, de dochter van Saul, had David het lief. En dan gaat er iets wonderlijks gebeuren. Want zij had een verborgen liefde. Maar die liefde is niet verborgen gebleven. Naar buiten. Hoe? In haar gedrag. In haar openbaring naar buiten. Zonder dat ze misschien daar één woord van heeft gezegd, staat er... Toen dat Saul te kennen gegeven was. Dus in haar levensopenbaring heeft men gelezen wat ze voor heel de wereld niet wilde weten. Dat heeft ze verborgen. En dat kon niet verborgen blijven. Dat kwam in de vrucht openbaren. Moeilijk. Ik heb daar vanmiddag zoals op mijn gemak over zitten denken. En toen dacht ik mensen. Weet u dat er een volk op aarde is. Die ook een verborgen liefde heeft. O, de persoon van hem. Die in de schriften aan hem, aan haar geopenbaard is. Ja? Blank en rood. De banier boven de 10.000. Zijn haren zwart als de raaf. En er is in dat leven een innerlijke betrekking gekomen op de persoon van de middelaar. Maar daar praat je toch niet over. Dat hou je toch voor jezelf. Dat is toch een verborgen zaak. En bovendien, dat het bij haar waar is, dat twijfelt ze geen seconde over. Maar zal het ooit beantwoord worden? Dat God een plaats in het hart van dat volk heeft, dat die persoon een plaats in dat hart heeft, dat zal geen leed uitwissen. Maar zal ze ooit beantwoord worden. Zal dat in een eenzijdige liefde eindigen? O, wat een verbeidingstijd heeft deze Michal gehad. En toen heb ik gedacht in het leven van Gods kinderen,
Want ook met deze vrouw, ze had een verborgen liefde, maar kon toch niet verborgen blijven. Daar in dat koninklijke hof van Saul hebben ze haar gade geslagen. En gezien dat er in haar leven iets was, wonderlijke zaken was, die betrekking had op David. Dat is openbaar geworden, een blik, wie weet het, hoe een mens dat opvangt. Als Gods geest in het leven van zijn kinderen een heilige en een rechte betrekking op die persoon van de middelaar legt, kan dat toch niet verborgen blijven in de uitgangen van je leven. Denkt u, ik zeg het ironisch, maar ik doe het bewust hoor. Ik doe het bewust. Ik zeg het ironisch. Zou ze toen door heel dat hof gegaan zijn en gezegd, David, daar hou ik van. David, die heb ik lief. Vertel het maar, ik heb hem lief. Mensen, kom nou. Dacht je dat dat ware leven die reclame nodig heeft? Zich geloofswaardig te moeten maken voor anderen? God weet er vanaf. En de Heere maakt dat bekend. En zo loopt er een volk op aarde met een verborgen leven. Soms zouden ze het wel eens willen zeggen. Konden ze het met vrijmoedigheid eens uitdrukken, wat er in de stilte van het leven plaatsvindt. En hoe menigmaal hebben ze voorgehouden om daar eens wat van te zeggen. Maar oh, dat slot op de mond van Gods ware volk, met dat verborgen leven tussen God en de ziel. Maar toch die uitgangen. Het is niet verborgen gebleven. Want er zijn mensen die hebben dat opgemerkt en die hebben dat naar buiten gebracht. Zou je dat leven met die verborgen omgangen kunnen verbergen? Ach, je moet oppassen voor je eigen leven, mens. Maar ik lag boven op mijn knieën naar God te schreeuwen, begrijp je? En mijn vader die kwam de trap af en ik kon hem niet te vlug af zijn. Maar die kwam naar zijn hoofd boven de trap en die zag me op mijn knieën liggen schreeuwen naar God. En ik weet dat hij terugging naar moeder. En zei, wat is er met die jongen? Weet je. En dan moeder zei, oh laat die jongen maar. Laat die jongen maar. Dacht je dat dat verborgen kan blijven? Vind je kindertjes ook wel eens op de knieën? Vind je ze ook wel eens schreeuwend boven het boek? Denk het als ze aan de lessen bezig zijn. En stiekem een boek in een kastje wegmoffelen. En dan de dag kijken wat er was en je ziet daar een of andere preek liggen. Is mijn kind stiekem Gods woord aan het onderzoeken? Dacht je dat dat verborgen kan blijven? Dat leven dat uit God is? Wel zo min kon ook dat leven van deze jonge vrouw verborgen blijven. En er is een boodschapper gekomen en achter de rest van dat onderwijs pak ik de volgende keer dan maar weer eens op. Ze zijn met die koning gekomen. Wie zijn dat geweest? Hoe? Ik denk dat het uit een betrekking is geweest van mensen die eerbied hadden voor God, eerbied hadden voor het ambt en eerbied voor de zaak. En die zijn gegaan naar die Saul en gezegd, koning, als je nou nog wat redden wil, want denk erom, er is al wat gebeurd in Israël. Wat heb je nu je achting en je eer helemaal verspeeld? Maar misschien wil God nog een weg zoeken, die dochter van jou. Die heeft betrekking op die Davids. Misschien is dat de weg en dan gaat er bij Saul iets branden. Het zou een weg zijn om met listigheid opnieuw David in de handen van de Filistijnen te jagen. Maar daar kom ik vanavond niet meer aan toe. Ga het onderwijs afbreken. Twee dingen heb ik u vanavond willen duidelijk maken. In de eerste plaats dat er een volk is met een verbeidenstijd. En die verbeidenstijd die leunt op de beloften Gods in de ziel. Dat is één. In de tweede plaats een volk met een verborgen liefdeleven. Met verborgen omgangen naar de levende God. Weet je wat de Heer daarvan laat zeggen door David? In Psalm 25. Gods verborgen omgangen vinden de zielen waar zijn vrees in woont. En het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrede verboond. Enzovoorts. Amen. De Heere, we hebben wat versen uit het leven van David overdacht. Er is zoveel te lezen.
Er liggen zulke geheimen in verklaard. Zoveel verborgenheden zijn erin besloten. O, wat is het waar, Heere, als u dat woord opent en al zijn schatten naar buiten brengt. Dan kon Peter niet verder komen. We kennen maar ten dele en we profeteren ten dele. Dat er vanavond ook nog een volk zat dat verbijt. Dat leunt op de beloften Gods. Dat steunen mag op de toezegging en uitziet naar de vervulling. Dat u zijn heerlijkheid geeft. Ook een erfdeel met een verborgen leven. Liefdesbetrekking op u en op dat dierbare werk van hem. Die de parel is van grote waarde. En het zo verbergen, Heere. Ach, het kan niet. Het is te groot en het is te veel. Maar op uw tijd en wijze zult u ook dat oplossen. Die de bruid heeft, is de bruidegom. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, zal u lieden God over u vrolijk zijn. Voorwaar, u hebt een door onweder voortgedreven en ongetroosten. U zult die stenen gangsierlijk leggen. En u zult in het midden van hen doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En dat zal op de naam des Heren betrouwen. Zegent, o God, overdenkingen uit de schriften. Wil u ze gebruiken naar uw welbehagen tot onderwijzing en tot bekering. En lening op de weg des levens wel het tekort genadig verzoenen. Wil over alle wegen en paden ons leiden. En houd ons dicht bij u. Dan leven we ver van de wereld en de zonde. En dat om Jezus wil. Amen. We zingen de slotzang uit Psalm 119. 87ste vers, kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. 87 van 119. Ga dan zin in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods, des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes. Zij met u allen. Amen.